De hele serie heeft toegevoegd aan de gamesindustrie dat first-person shooters goed speelbaar zijn op de console. Ik denk dat ik het zo makkelijk kan zeggen. Dit was eigenlijk voor de eerste keer dat ik echt een game speelde die gewoon echt lekker aanvoelde. Kwam ook door de controller natuurlijk. Er is heel goed over nagedacht bij Microsoft. Kwam ook echt door die triggers. Het was een controller die gewoon heel goed first-person shooters aankon. En Halo heeft gewoon die knoppenindeling gewoon zo goed weggezet. Dat iedereen die dat ding oppakt, die kan gelijk meespelen. En dat vind ik het belangrijkste. Daarnaast vind ik ook dat Halo voor de console-industrie in ieder geval heeft toegevoegd. Hoe vreed online gamen kan zijn en hoe goed dat ook gewoon werkt. Als je kijkt naar de erfenis van Halo, het is, weet je hoe je het went of keert, het is gewoon de console shooter. Het is de eerste shooter op de console die gewoon goed werkte, die gewoon mensen massaal als shooters hebben kunnen laten spelen op de console. Zonder Halo was er geen Call of Duty op de console geweest. Dus het is de ontwikkelaars Bungie gewoon destijds gewoon gelukt om die ban te doorbreken en gewoon gezegd van jongens, wij gaan er gewoon een shooter brengen op de console. Ze zijn uitgelachen. Ze hadden mensen ergens iets, ja, shooters, weet je, dat hoorde de PC thuis, rot op met je console. Maar zij zeiden, nee, geloof ons, het gaat ons lukken en het is ze gewoon gelukt. Ze hebben het gewoon bewezen dat het kan, shooters op de console, terwijl iedereen daarvoor nog zat te emmeren met van, nee, ik moet een muis en toetsenbord hebben. Die discussie bestaat gewoon eigenlijk niet meer. Dat is gewoon onzin. Dat is een ouderwets gelul als je dat zegt. Dat hebben zij voornamelijk voor gezorgd. Ik denk ook dat zij een soort standaard hebben gezet in hoe science fiction überhaupt in games moet zijn. Zij hebben natuurlijk heel veel invloed gehaald uit films als Aliens bijvoorbeeld. Maar vervolgens zijn er nu heel veel franchises die weer een inspiratie halen uit de Halo. Noem maar een Mass Effect, noem maar elke andere science fiction shooter die je maar op kunt noemen, heeft wel iets uit Halo. Ja, het onderscheidt zich gewoon met het complete pakket. Het is het stijltje, het is die Master Chief, het is die boeiende vijand, die Covenant, die gewoon slim altijd samenwerken. Dat heeft vanaf het allereerste deel tot met het laatste deel gewoon singleplayer co-op. Weet je, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen hoe belangrijk dat is voor games vandaag de dag. Je wil gewoon samen met een vriend op de bank dat gaan spelen. Die multiplayer heeft altijd gewoon zijn eigen ding gedaan. Het is het visuele stijltje, het audio-visuele verhaal. Het is gewoon het complete pakket aan zich. Kijk, nu zijn er veel meer games die er gewoon op lijken qua hoe het werkt, dus het online gebeuren. Halo blijft altijd anders spelen, want ik heb helemaal geen ene shooter dat ik nou even denk van, god, die is zo, die hebben niet die pace. Misschien een beetje Unreal wat we een paar jaar geleden hadden, maar Halo is ook een beetje springen en doen, weet je wel. Dus er zijn weinig shooters die gewoon qua gevoel van het spelen op Halo lijken. Dus dat is een heel goed ding natuurlijk voor Halo. Ook dat het gewoon onwijs goed door Microsoft wordt ondersteund. Er zijn weinig shooters die zo goed worden ondersteund. Call of Duty is een serie, Battlefield is een serie en Halo is een serie. En dan hebben we het al een beetje gehad eigenlijk qua hele brute ondersteuning. Nou, het heeft niet alleen zich onderscheiden dankzij het feit dat het gewoon een briljante science fiction shooter is, maar ook qua AI. Het heeft nog gewoon een van de slimste, nog steeds na al die jaren, heeft het nog steeds een van de slimste AI's die er bestaan. En het legt ook nog heel veel nadruk erop. Terwijl heel veel shooters die hebben vijanden, die hebben een paar trucjes, weet je, en die roepen wat en daardoor lijken ze heel slim. Maar ondertussen gaat dat maar zo diep. Terwijl gastjes in Halo, de Covenant, die zijn gewoon slimme rakkers. Die flanken je, die rennen weg als er paniek is, als de leider doodgaat. En die hebben veel meer trucjes dan vijanden in andere shooters. Ik denk dat voor Halo toch nog altijd de singleplayer het belangrijkste is. Mensen kopen denk ik de game toch in eerste instantie voor de singleplayer. En multiplayer is een mooi bonusje. Terwijl bijvoorbeeld een Call of Duty, hè, mensen kopen dat niet meer eigenlijk voor de singleplayer. Dat is eigenlijk gewoon zo'n verplicht nummertje wat erbij zit. Mensen gaan gelijk in die multiplayer springen. Maar je ziet toch met die singleplayer games van Halo, het heeft altijd een bepaalde schaal, een bepaalde epischheid. Dat wil je gewoon ervaren. Dat wil je meemaken. En daarna kun je altijd wel in de multiplayer gaan springen. En Forge, ja, dat is denk ik wel echt iets voor de echte hardcore gamers, hoor. Dat is echt gewoon een kleine fanatieke groep die daar heel veel lol uit haalt. Persoonlijk vind ik de singleplayer belangrijker.
Omdat dat gewoon even, ik wil het verhaal weten, het gevoel wil ik weer in en dat wil ik in mijn eentje doen, dat wil ik niet met iemand anders doen. Maar in het algemeen, Microsoft vindt de multiplayer belangrijk, dat weet ik. Maar ik denk dat de gamers toch stiekem ook wel eerst de singleplayer spelen en dan gewoon lekker online gaan. Gewoon omdat het hele is een legacy, weet je wel. Het is niet eventjes een verhaaltje en dan gaan wij multiplayer, maar Halo blijft maar doorgaan. Call of Duty is elk jaar weer een ander verhaal. En Halo is een verhaal wat door blijft gaan en dan komt die multiplayer pas. In Halo 4 vond ik de singleplayer minder goed. Terwijl ik in alle Halo's vond ik de singleplayer even belangrijk als de multiplayer. En daarom viel me Halo 4 tegen, omdat de singleplayer me tegenvalt. Het is een van de weinige games waarvan ik zeg van, weet je, ik heb bijna net zoveel uren besteed in de singleplayer als in de multiplayer. Sowieso speel ik heel weinig multiplayers, maar die van Halo, ja, een soort van nostalgische waarde, waardoor ik het blijf spelen. Maar de singleplayer, je doet hem één keer in je eentje. Je doet hem één keer co-op. Dan doe je hem nog een keer co-op op een moeilijkere moeilijkheidsgraad. Dan doe je hem nog een keer in je eentje op Legendary. Dat had ik bij Halo 4 helaas niet. En daarom vond ik die wat minder. Ik vind Halo is een van de weinige games waarbij ik de singleplayer even en daarbij ook de co-op trouwens meegerekend, even belangrijk vind als de multiplayer. En dat is eigenlijk best wel uniek. Welke game is het belangrijkste geweest voor de hele serie? Ik denk 1 en 2 en 5 straks. Waarom? Wederom. 1. Liet zien hoe je een shooter kan spelen op de console. 2. Liet zien hoe bruut online kan zijn op een console. En straks een nieuwe Halo moet. 3 misschien ook al, weet je wel. Maar die kwam best wel later uit, al toen de Xbox 360 al uit was. Maar ik denk dat straks 5 wel echt een pusher moet zijn van de nieuwe Microsoft console. De allereerste Halo is natuurlijk gewoon de belangrijkste. Dus het is een beetje een open deur intrappen, maar nogmaals, zonder die eerste Halo, zonder die goede vertaling van shooters naar controls, was er nooit de tweede Halo geweest. En ik moet wel zeggen dat alle andere Halo's daarna wel hun eigen ding bij hebben gedragen. Halo 2 natuurlijk met Xbox Live. Halo 3 als de grote klappen op de Xbox 360 met zijn dingen. Zelfs een Reach, zelfs een Odyssey en natuurlijk zelfs een Halo 4. Die hebben allemaal gewoon hun eigen ding bijgedragen. Maar zonder de eerste Halo was de Xbox geen succes geweest en was er geen rest van de serie geweest. Uitstapjes als ODST, Halo Wars, nee, absoluut geen slechte smaak gegeven aan de serie. Voor mij persoonlijk, ik ben een Halo fan. En ik kan mij indenken, als jij wat minder met Halo hebt, dat ODST misschien niet zo goed was. Maar aan de andere kant, ik vond ODST best wel leuk hoor. Want dat liet even iets anders zien dan de Master Chief mee speelde. Je liet echt die Orbital Marines of wat ik voor die lui heten. Ik vond het best wel leuk werken. En die verschillende verhaallijnen en die verschillende speelstijlen, al waren die een beetje hetzelfde natuurlijk allemaal. Nou, ik vond het best wel werken. Halo Wars, sterker nog, ik heb in de tijd gezegd van als Halo Wars uitkomt, die game gaat ervoor zorgen dat RTS'en ook gewoon algemeen geaccepteerd worden voor de console. Is niet gebeurd. Vind ik heel erg jammer. Want de studio bestaat ook inmiddels niet meer. Dat vind ik ook heel erg jammer. Want ik vind dat die gasten echt iets hebben weggezet. Ik als niet RTS-speler speel deze game met veel plezier. En ook die knoppencombinaties klopte precies. Nee, die uitstapjes hebben niet hetzelfde succes gebracht. Maar daar moet je ook wel heel duidelijk in zijn. Van, dat is ook nooit zo gepretendeerd. Als dat de ODST de nieuwe Halo zou zijn. Nee, ODST was echt gewoon een uitstapje die een andere kant van het universum van Halo wist te belichten. En dat deed het gewoon goed. En een Halo Wars in dat opzicht, die vertelde gewoon een verhaal van al hetgene wat er zich vooraf speelde. En je leerde gewoon al die verschillende units veel beter kennen. En ik blijf erbij, het was gewoon een hele goede RTS voor een console. Ja, ik vond Halo Wars, ik moet eerlijk zijn, dat is niet mijn favoriete deel. Het is niet eens een deel in de hele serie. Het is niet mijn favoriete uitstapje. Maar ik vond ODST best wel een gewaagde. Vond ik dat ze best wel een gewaagde nieuwe kant op gingen. En er zat briljante muziek in. En het had een soort van film noir stijltje. En je was opeens niet meer een super powerful Spartan. Dus ze gingen daar wel. Ik vond dat wel een leuk uitstapje. Dus ik denk niet dat ze daar iets negatiefs mee op de hals hebben gehaald. Maar Halo Wars, ja. Het was een leuke poging. En daar is het ook bij gebleven. En dat is ook logisch, want het was niet een enorm succes.
die uitspraak dat Halo op dezelfde niveau staat als Star Wars is wel... Ik begrijp wel waar die vandaan komt. Alleen ja, weet je, als jij op straat je loopt en je zegt tegen iemand... Hey, Star Wars. En is het van, oh ja, dat ken ik. En ze zegt Halo. Weet je, nog niet iedereen kent die serie. Het is niet zo groot als Star Wars. Maar het heeft wel dezelfde schaal als in de game. Qua grootsheid, qua strijd. Qua overlevingsdrang eigenlijk ook wel. Dus ik begrijp wel waar die uitspraak vandaan komt. Nou, kijk, Star Wars is grootser dan Halo. Ik denk dat er wel een aantal series zijn die je kan vergelijken met Star Wars, alleen dan voor de console. Ik denk niet dat het Halo is. Misschien, ja, kijk, qua sci-fi zijn er weinig hele goede games. Ik zit even goed te denken, want we hebben natuurlijk een Star Wars RPG. En de Star Wars games, die hebben echt geen reet te maken met de kwaliteit van Halo. Halo is dan absoluut herenmeester. Ik snap de vergelijking, want ze hebben allebei een beetje iets sprookjesachtig. Natuurlijk is Star Wars een soort van sprookje onder de science fiction franchises. Dus wat dat betreft snap ik het. Maar Star Wars gaat veel meer over de top en er zit meer misplaatste humor in. Maar ik snap de vergelijking omdat ze allebei iets sprookjesachtig hebben, maar aan de andere kant vind ik het een totaal misplaatste vergelijking. Het is wel de langslopende science fiction franchise, zo'n beetje, als ik er zo even over nadenk, op gamegebied. En dat is Star Wars een beetje op filmgebied. Dus daar zitten ook wel wat overeenkomsten tussen, maar ja, qua inslag en qua stijl vind ik Star Wars toch een heel ander beest.